Wat was uw motivatie om te solliciteren als directeur van het Stadsmuseum? Ja, ik zag de vacature en toen ben ik eerst even naar Almelo gegaan en heb het museum bezocht. En toen zag ik een hele mooie, fijne parel die eigenlijk heel onbekend is, zowel in Almelo als erbuiten. En ik denk, nou, daar moet inderdaad iets aan gebeuren om de bekendheid te vergroten. Wat trok u zo aan? Nou, juist dat het nog zo onbekend is, maar het heeft ook een hele mooie collectie. Het is een collectie van textiel, meubels, schilderijen. Dus het is een heel veelzijdigheid. En Almelo biedt eigenlijk veel meer dan mensen denken. Dat is echt een beetje het imago van Almelo, denken mensen Almelo. Maar juist nu de haven weer teruggebracht wordt, het kasteel, het geheel is eigenlijk heel aantrekkelijk. En zowel Almeloers moeten het beter leren kennen, als ook de toeristen en de mensen in de regio. Welke ervaringen neemt u mee naar Almelo? De ervaring die ik meeneem, hiervoor was ik directeur van het Tasselmuseum in Amsterdam. En dat is in 2007 is dat verhuisd van Amstelveen, een klein museum, naar Amsterdam. En toen heb ik het helemaal opgebouwd. En ik heb heel veel ervaring in de PR, marketing, hoe je een museum veel meer bekendheid geeft en daarmee ook meer bezoekers trekt. Welke plannen heeft u precies met het Stadsmuseum? Ja, die plannen zijn heel veelzijdig, heel veel plannen. Natuurlijk meer bekendheid en meer bezoekers trekken. Dat hoop ik te doen door een goede mix van marketing, PR, breed, laagdrempelige tentoonstellingen. En veel samenwerking ook zowel met zakelijke partijen als ook met juist de educatie en andere partijen in de stad en daarbuiten. Heeft u van het bestuur nog een bepaalde opdracht meegekregen? Ja, van het bestuur heb ik dus opdracht gekregen om het museum meer bekendheid te geven. En dus meer bezoekers te trekken. Ook een stukje sponsoring komt erbij. Want ja, je kan heel veel leuke plannen hebben, maar er moeten ook de financiën bij komen. En ik denk, er is ook een maatschappelijke functie van het museum. We willen graag meer mensen in het museum, vrijwilligers in het museum hebben, die een bijdrage leveren. En het is leuk als museum om een soort werkplek te zijn, waar mensen, jongelui, maar ook mensen die misschien gepensioneerd zijn, maar in ieder geval zeker jongelui, een soort werkervaring kunnen opdoen en mensen ook een goede, mooie invulling hebben van hun leven en de dagelijkse werkzaamheden die ze hebben. Gaat u het Tassenmuseum missen? Ga ik het Tassenmuseum missen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is natuurlijk een beetje, omdat het een familiebedrijf is, was het natuurlijk een beetje mijn kindje. Maar op een bepaald moment moet je ook afscheid nemen van je kindje. En ik heb 12 jaar heb ik het behoorlijk tot successen weten te behalen. En dan moet je weer eens wat anders doen. En is het ook goed om een andere directeur te hebben die nieuwe stappen gaat zetten. De vraag die misschien op ieders lippen brandt, komt u ook in Almelo wonen? Kom ik in Almelo wonen? Nou, ik werk 3 dagen, de dagen dat ik hier ben, overnacht ik ook hier. Maar ik heb nog als mantelzorger toch nog een taak liggen in Amstelveen. Dus op het moment ga ik nog niet helemaal verhuizen, maar je weet maar nooit in de toekomst. Ik wens u heel veel succes als nieuwe directeur van het Stadsmuseum Almelo. Ja, dank u wel.